Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd wel van morgen tegen RKC, een uitwedstrijd. Maar daar gaat het eigenlijk niet heel erg veel over in deze update. Want we hebben vandaag gesproken met technisch directeur Carlos Albers. We gaan vooruitblikken en ook eventjes terugblikken. En over dat terugblikken gesproken, ja, is Carlos Albers eigenlijk tevreden over de afgelopen transferperiode? Ja, uiteindelijk wel. Kijk, als je het vanuit ook breder perspectief van de club bekijkt, en waarmee je begonnen bent, zeg maar, de window. Dus je wel een aantal uitgangspunten. Dat we posities weer dubbel bezet wilden hebben. Dat we, zeg maar, ook wilden kijken naar, ja, hoe, hè, met welke versterking kunnen we ons, zeg maar, op de positie handhaven waar op dat moment ook stonden. En wilden ook vooruitkijken naar volgend seizoen. Betreffende een aantal wat jongere talenten. Om die vast te kunnen vastleggen. Dus dat waren een aantal uitgangspunten die we hadden. Nou, ik denk dat we op elk terrein wel daarin geslaagd zijn. Dat we Matson zouden verkopen, ja, dat stond niet in de planning. Want uiteindelijk, een belangrijke speler voor ons. Alleen ja, dan komt het voorbij voor dit soort bedragen. Ja, dan kijk je naar de lange termijn van de club. En ja, ik denk ook dat we daar als club dan weer het maximale hebben uitgehaald. Ja, leuk hoe het dan nu staat, maar we moeten ook gewoon vooruit gaan kijken, vooral naar de zomer. Want als ik de lijst kijk van spelers die mogelijk weggaan, dan is die groot. En dan ligt er een uitdaging voor Carlos Albers. Even maar meenemen. Ja, gehuurd, Matthias Ros, Jurie Baas, Sanchez, die gaan weg. Sherry is er voor een half jaar, maar is er dan een optie dat hij nog blijft? Op dit moment, hij is net een enkele week is hij bij ons. En hij is vanwege, zeg maar, familieomstandigheden tijdelijk terug naar Nederland gekomen. En hoe zich dat ontwikkelt, ja, dat weet ik op dit moment ook niet. Ja, en hoe zit het dan met Lasse Schöne? Hij is al een tijdje geblesseerd, heeft vorig jaar nog een keer verlengd. Is dit het laatste seizoen geweest van Lasse Schöne? Nou, kijk, als je daar gewoon heel nuchter naar kijkt, dan zou dat beste uitkomst kunnen zijn. Maar nogmaals, ik heb daar... We hebben het daar intern zelf niet over gehad. Ik weet ook niet of Lasse, zeg maar. Ik heb geen gesprek met Lasse daarover gehad. Dus wat dat betreft is het voor mij ook gissen. Alleen ja, je kunt je ook voorstellen op deze leeftijd dat Lasse misschien een keer gaat zeggen van... ik vind het mooi geweest. Hè? Dus maar nogmaals, ik weet het op dit moment niet. Nee. Ja, dan zijn er ook een aantal spelers gehuurd met een optie tot koop. Denk even aan de spits Koki Okawa. Ja, en daar willen we natuurlijk van weten. Ja, gaat NEC die nu overnemen? Nou, Koki maakt gewoon een hele goede ontwikkeling door. Dus dat is duidelijk. Hè? Wat dat betreft zijn we daar gewoon heel tevreden over. Goed, er zijn er ook nog een aantal contracten die in 2025 aflopen. Dus wil NEC gaan cashen, dan zouden ze deze zomer misschien wel gaan vertrekken. Let even op, Jasper Sillissen, Bart van Rooij, Dirk Proper. Maar over Dirk Proper gesproken, die zei afgelopen dinsdag dit. Ja, ik heb gewoon een gesprek gehad met Carlos over perspectief bij NEC. Dat. Nou, het is zoals Dirk het verteld heeft afgelopen dinsdag. Dat we aan elkaar aan het kijken zijn of er toch mogelijkheden zijn om tot een langere overeenkomst te komen. Ja, het kan ook gewoon heel goed zijn voor Dirk om bijvoorbeeld nog een jaar langer bij NEC te blijven. Om dan als nog grotere jongen bij die andere club binnen te komen. Dus ja, en daar praat je met elkaar over. En daar praten wij over. We spreken dat met hem en het is uiteindelijk ook hoe hij er tegenaan kijkt. Goed, daar wordt er dus al over gesproken om te kijken of Dirk toch niet nog extra kan verlengen bij NEC. En dan Philip Sandler, die loopt ook af in 2025. Of zit er toch nog iets aan? Ja, want ze hebben nog een optie tot 2026 die NEC kan lichten en dat gaan ze natuurlijk ook doen. Ja, je wil altijd het hoogste haalbare, alleen daar ben ik op dit moment niet echt mee bezig. Ik ben gewoon met NEC bezig en de komende wedstrijden. Ik denk dat we belangrijke wedstrijden hebben, dus daar probeer ik me gewoon alleen op te focussen. Ja, er zijn er ook nog opties tot verlengen bij een aantal andere spelers. Waaronder Kelvin Verdonken, die had bij ons al aangegeven dat hij toch wel een stap wil gaan maken. Maar daar zit nog een optie op. Ja, met Kelvin hebben we dat gesprek inderdaad al gevoerd. En we zijn ook met Kelvin in gesprek om te kijken of we tot een langer verblijf kunnen komen.
Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de trainer gehad, want ook dat contract loopt natuurlijk eind dit seizoen af. Ja, en met deze resultaten, een halve finale van de KNVB-beker, misschien nog wel veel meer. Ja, moet je toch als club eigenlijk wel gewoon gaan verlengen? Nou, kijk, nogmaals, we zijn op de goede weg wat dat betreft. En daarin heeft Rogier gewoon een hele grote bijdrage gehad. Hè, want er is geen job moeilijker dan de job van trainer. Hè. En, maar net zo makkelijk zoals jij nu uitspreekt dat hij moet blijven. Ja, spraken jullie ze 5 maanden geleden uit dat hij eruit moest. Ja. Hè? Dus dat is ook een beetje de voetballerij wat dat betreft. En 5 maanden geleden zijn wij stabiel en rustig gebleven. En dat doen we op dit moment ook. Ja. Daar is ook waar we met z'n allen, hè? Dus echt met z'n allen, gewoon ook elke dag keihard aan het werken zijn. En dat hebben we gewoon al een ruimere tijd hebben we dat ingezet. De dingen die ik net benoemde. Ja, hebben afgesproken dat we trachten dat te realiseren. En dan doe je onder de radar gewoon heel veel werk, elke dag weer. En nou, dan is het ook leuk dat het boven de radar zichtbaar wordt. Want uiteindelijk wordt dan het publiek en de mensen in Nijmegen en verre omgeving, ja, die worden weer trots op deze club. En ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Dit was hem, de NEC-update van deze week. We zijn er natuurlijk volgende week weer met een nieuwe update. Vrijdagavond de wedstrijd tegen RKC. Live te volgen natuurlijk weer bij onze collega's van de radio. En ik zeg graag tot de volgende.